Giovanni Blankendaal, Lorenzo Dixon en Narwin Dautal van de handelszaak Savers Paradise hebben gisteren een moeder en haar twee kinderen gered na een verkeersongeval. De politie van het resort Groningen kreeg melding van een geval waarbij een voertuig in het kanaal langs de Wajamboweg is beland. De 40-jarige bestuurder SB gaf aan dat zij over de Wajamboweg reed, controle over het stuur verloor, waardoor het voertuig in het kanaal belandde. De drie heren die in een bestelwagen van Savers Paradise reden, zagen het ongeval gebeuren en kwamen meteen in actie. De achterruit van het voertuig werd ingeslagen om zo de drie inzittenden uit hun benarde situatie te redden. Moeder en haar kinderen zijn ongedeerd gebleven. Het voertuig is door een ingeschakelde sleepwagen uit het kanaal gehaald.